In Amstelveen zijn heel veel lege kantoren. Nou is er een idee gekomen om dat voor studenten om te bouwen, zodat die erin kunnen. Wat vindt u daarvan? Nou, ik vind het prima. Helemaal doen. Het zou ook gewoon geniaal zijn, want de kantoorgebouwen zijn heel groot, dus veel kamers kunnen er gewoon in. En zoals je zegt, er staan heel veel leeg, dus het zou een fantastisch idee zijn. Op zich een goed plan, maar dan moet het ook wel begeleid worden. Begeleid door? Ja, dat het wel goed onderhouden blijft en zo. Nee, ik vind het een hele handige manier, want om gewoon lege kantoorruimtes op te vullen die anders toch niet gebruikt zouden worden. En er zijn heel veel studenten die niet meer thuis willen gaan wonen. De woningprijzen hier zijn ook belachelijk duur. Dus het is een hele handige manier om zo die kantoorpanden te vullen. Heeft u zelf nog ideeën in te brengen? Nou ja, of voor oudere mensen. En dan een therapiegedeelte erbij. Ze moeten het gewoon opvullen. Ze mogen het nooit leeg laten staan. Sociale woningbouw voor de lagere inkomens. Ja, ik ben nu wel student, maar ik heb voor de rest geen echte overzicht over de benodigdheden van de Nederlandse bevolking. Maar zover ik weet is het wel duidelijk dat er heel veel studenten zonder een kamer zitten. Ja. Dus ik denk wel dat dat de beste optie is voor de leegstaande kantoorgebouwen. Ja.